Ja, Joe Ling, ik ben eigenaar van Trendsin, een van de deelnemers hier aan Koop Amsterdam. Jullie hebben dit seizoen voor het eerst landtitel gewonnen. Hoe groot was de feestvreugde? Ja, die is nog steeds aan de gang. Je moet het een beetje vergelijken als Excelsior kampioen wordt in Nederland. Dat is hetzelfde in Slowakije met Trenčín. We hebben ook de beker gewonnen. Dus ja, het is op het moment een en al feest in Trenčín. Okay, het succes komt niet uit de lucht vallen. Jullie zijn de laatste jaren bezig aan een... er zit een stijgende lijn in de prestaties. Kunt u wat over die ontwikkelingen vertellen? Ja, het is een lang verhaal. Hè. Je doet allemaal je best. Op alle manieren probeer je het zo goed mogelijk te organiseren. En we zien dat niet alleen het eerste team, maar ook de opleiding enorme stappen maakt. Helaas in het voetbal is dat nooit garantie voor resultaten. Maar we groeien in alle gelederen van de club. En dan komen de sportieve resultaten daar ook bij. Okay, wat is uw rol als eigenaar en vicevoorzitter in dat succes en hoe de club werkt? Nou, mijn rol moet je ook niet overschatten. Ik ben het project, laat ik het zomaar zeggen, het sportieve hobby, zakelijke voetbalproject. Dat zijn we 7 jaar geleden aangegaan. Dat gaat heel erg goed, vooral sportief en ook commercieel. Dus daar zijn we heel tevreden mee en dat geeft mij als ondernemer ook een goed gevoel. U probeert wel een beetje de Nederlandse voetbalvisie in Trendsin te brengen. Welke banden heeft Trendsin op dit moment nog met Ajax? Ja, nou ja, goed. Ik ben in feite de club Ajax. Dat is bij mij ooit begonnen. Daar heb ik een achtergrond in. En ik zag in Slowakije de Nederlandse, de Ajax voetbalvisie, gecombineerd met het Slovaakse werklust. Nou, dat gaat goed. En we hebben ook wat Nederlandse spelers. Maar we proberen ze echt in het fysieke gedeelte en het mentale gedeelte toch iets anders te begeleiden dan in Nederland. Ja, Rijn Kolwijk en Gino van Kessel zijn twee spelers die bij jullie onder contract staan. Van Kessel is hier op Copa in 2013 nog topscorer geweest. Hoe is zijn ontwikkeling op dit moment? Nou, Gino van Kessel die doet het goed. Hij ontwikkelt zich erg goed. Het is ik wil ook zeggen, niet een echte Ajax-speler, maar meer een opportunist. Enorm veel snelheid. Die heel veel potentie heeft in het voetbal. Dus wij zijn bezig met zijn zwakke punten, zijn sterke punten verder ontwikkelen. Hij bereidt doelpunten voor, hij maakt belangrijke doelpunten. Dus het gaat erg goed met hem. Okay, we zijn hier vandaag op Copa, daar speelt de A1 van jullie team. Kunt u wat over dat team vertellen? Ja, het is een team van Slowaken en non-EU-spelers. De non-EU-spelers die zijn tussen 6 weken terug en een maand geleden zijn ze aangekomen. Dus de voorbereiding was niet je van het. Maar er zitten talentvolle jongens in die we aan het voorbereiden zijn voor het eerste team. Okay, en leidt u die dan ook een beetje op met de Ajax-gedachtegoed? Nou kijk, ooit had Ajax het beste voetbal van de wereld. En dat gedachtegoed, dat gebruiken wij in Trenčín. Dus technisch, tactisch, dominant voetballen. Wij hebben dan in de Copa hebben we 2 wedstrijden verloren met ons jeugdteam. Maar ze hebben wel een type voetbal laten zien wat de meeste mensen wel aanspreekt. Ja, een andere speler is Moses Simon, die is nog bij Ajax op proef geweest. Die heeft daarna bij jullie gespeeld en is ondertussen bij Gent heel goed bezig. Hoe volgt u zijn ontwikkelingen? Ja, daar zijn we trots op. Dat gebeurt in de voetballerij. Hij is bij Ajax geweest. Nou, daar vonden ze hem op dat moment niet interessant genoeg. Kan gebeuren. Hij doet het nu erg goed in Gent. En ik denk ook dat een speler met zijn potentie ook na Gent nog stappen gaat maken. Bijvoorbeeld naar de Premier League.
Okay, zijn dat soort spelers, spelers die we vaker bij Trent kunnen zien? De verwachtingen worden natuurlijk wat hoger. Ziet u dat als een mooie uitdaging? De verwachtingen worden hoger, maar ons scouting-systeem is daarop gebaseerd om talentvolle spelers eerst naar ons toe te halen en dan verder te ontwikkelen. Dus het zou zomaar kunnen dat we nog een paar van die types in de toekomst kunnen brengen. Okay. Ja, hoe ziet u verder de toekomst? Zouden we kunnen zeggen dat u van Trent in het Ajax van Slowakije aan het maken bent? Ja, ik vind nog steeds dat Ajax ooit het beste voetbal speelde. Dus dat hoop ik wel, ja. Oké, okay. Bedankt voor uw tijd en geniet nog van de wedstrijden hier op het Copa-toernooi.